De belangrijkste toegevoegde waarde van het Europese competentieraamwerk is transparantie. Transparantie creëren in de markt. Je ziet nu op dit moment gewoon dat er heel veel verschillende functies zijn binnen het ICT-domein. Bij eindgebruikers, bij consultancypartijen, noem het dan maar op. En een business analyst bij de ene organisatie kan iets totaal anders inhouden qua kennis, competenties, vaardigheden dan een business analyst bij de andere organisatie. Het gebruik van ECF in ieder geval voor het hoger onderwijs en voor de Hogeschool Utrecht levert op dat wij veel beter onze opleidingen kunnen laten aansluiten op de vraag in de markt. Bij twee opleidingen gebruiken we het ECF. De opleiding Business and IT Management, nou, dat is een bacheloropleiding, voltijdsopleiding. Per 1 september zijn daar 90 nieuwe studenten ingestroomd die in het nieuwe curriculum zitten waar we het ECF gebruiken. Nou, die komen dus over 4 jaar op de markt met een volledig nieuwe opleiding compliant op het ECF. Bij de Master of Informatics gebruiken we het e-competence framework. Dat is voor professionals, die hebben al werkervaring. Die zien dus ook veel meer dat in de praktijk die transparantie nodig is. Gaan ook steeds meer op zoek naar compliant, zeg maar, cursussen. Nou, en wij hebben vanaf korte 10-weeks cursussen tot een 2-jarige volledige deeltijd masteropleiding hebben we nu het ECF daar staan. Ja, als je kijkt naar de bekendheid van het Europese competentieraamwerk in Nederland, dan staat het eigenlijk ten opzichte van Europa, zijn we een voorloper. Maar dat betekent niet dat wij nu moeten gaan rusten, want het convenant is nu getekend, we zijn ermee bezig. Maar het kan nog veel breder. Dus vooral het onderwijs begint er nu te komen, maar ook de bedrijven zullen moeten adopteren en verder gaan. En ik denk gewoon dat we dat met z'n allen moeten blijven uitdragen, dat die transparantie in de markt gewoon ongelooflijk belangrijk is. Wij zijn nu als Hogeschool Utrecht iets meer dan 1 jaar lid van de werkgroepen. We hebben het ook convenant ondertekend. En dat kwam eigenlijk omdat we bezig waren met de herontwikkeling van de bacheloropleiding Business and IT Management. We op het ECF stuiten en eigenlijk dat meteen compliant wilden maken. Maar als je in de werkgroep deelneemt, dan zit je veel dichter bij het vuur. Je kan meepraten, je kan dan zelf als good practice dienen. Dus dat was voor ons een belangrijke meerwaarde om niet alleen het te gebruiken, maar er ook aan bij te dragen. En ook anderen te laten zien wat de meerwaarde kan zijn en hoe je het kan toepassen.